Het is niet vanzelfsprekend dat ik makkelijk met iemand praat. Mijn naam is Wim van Doren. Ik heb strothoofdkanker gehad. En dat is ontdekt omdat ik steeds last had van het gevoel van een graatje in mijn keel. En door een kijkoperatie hebben ze ontdekt dat het een tumor was op het strottenklepje. Ik ben niet meteen naar de arts gegaan. Er is een paar maanden overheen gegaan, want ja, ik dacht dat gaat wel over. Toen ben ik in augustus ben ik naar de huisarts gegaan. Het besef bij mij kwam pas toen ze me doorgestuurd hadden naar de KNO-arts in Nijmegen in het Radboud ziekenhuis. En dat waren dus begin 2015 34 bestralingen. De tumor zou weg zijn na die bestralingen en die was ook weg schijnbaar. Maar in november 2015 kreeg ik weer last, weer terug naar het ziekenhuis. Bleek de tumor teruggekomen te zijn. En toen ben ik in maart 2016 toch alsnog geopereerd. Na mijn gesprek met de KNO-artsen in Nijmegen had het toch wel een hele grote impact op me toen ik hoorde dat mijn strothoofd eruit moest en dat ik geen stembanden meer zou hebben. Bij de opname kwamen twee mensen van de patiëntenvereniging, twee voorlichters, kwamen met mij praten en mij laten zien wat mij te wachten stond. En dat bood me weer een heel nieuw perspectief. Daardoor kreeg ik mijn levensmoed wel weer terug. Nou, ik zou mensen willen adviseren die klachten hebben, die langer aanhouden dan 3 weken. Meteen naar de huisarts te stappen. Je moet er echt snel bij zijn. Ja, want het kan je leven redden.